dames en heren, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol, dit is Day en wij zijn nog steeds in Turkije. Zou trouwens ook super vreemd zijn als we in één keer pauw in Nederland waren. Wel makkelijk. Ja, dat zal wel heel makkelijk zijn. Nee, we moeten nog helemaal het vliegtuig en het duurt allemaal lang met reizen. Maar we hebben nog een paar dagen niet aan het denken. Dus daar gaan we niet verder lang over praten. Wij hebben heerlijk ontbeten. Wij gaan nu naar het stadje Belek toe. Belek. Ik spreek het. Jij kan het echt, jij probeert alles, maar het komt ik ben slecht met namen, slecht met hoe ik dingen moet uitspreken. Maar we gaan in ieder geval naar Belek. We moeten nu naar een busstop. Daar gaat de bus elke 30 minuten. Kan je 1 euro betalen per persoon. En dan kan je gewoon makkelijk in de stad komen. En ik ben heel erg benieuwd hoe dat allemaal eruit ziet daar. We zitten in de bus. We hebben dus 2 euro betaald voor beide. En het is een hele kleine bus. De bus die stopt ook niet net zoals in Nederland. Alleen als de mensen gaan staan. Nee, hij toetert gewoon als hij er bijna is. En dan kan je instappen en hij lacht niet. Hij zegt niks. Je legt gewoon 2 euro in een bakje waar echt al 100 euro aan kleingeld ligt. En dan stap je in en dan zit je in dit busje. Gelukkig zit hier wel airco in. Echt lekker airco. Ja. En nu gaan we naar Belek. Nou, niet te geloven. Ik kan hier pinnen en moet je gewoon kijken wie ik daar aantref. Hey! Dee, jij ook hier? Ja. Oh, wat fijn. Had je me zo gemist, lieverd? Oh ja, al je zweet op me. Lekker. Ik zweet helemaal niet. Maar we gaan wel wat doen, denk ik. We zijn net bij Belek aangekomen. Belek, sorry. En het is best dichtbij. Maar we gaan eerst even pinnen. Ja. Want stel voor, we vinden iets leuks, dan kunnen we het meenemen. Dit is het dan, mensen. Ik ben heel erg benieuwd wat voor winkeltjes we hier tegenkomen. Ik vind shoppen namelijk altijd heel erg leuk in het buitenland, omdat het altijd zo enorm verschillend is met wat wij in Nederland hebben. Kijk dan wat ze hier hebben. Wat is dit, joh? Oh, shit. Het ziet er zo raar uit. Dit vind ik dus gaaf. En shoppen in het buitenland. Oh ja, yeah. We hebben 2 armbandjes gekocht voor 1 euro per stuk. Thank you. Ze zei gewoon dankjewel. Superleuk winkeltje dit. Dit zijn nou echt van die perfecte winkeltjes. Je hebt hier namelijk heel erg veel winkels en daar zetten ze je kei en keihard af. Er was net een zeepje in de vorm van een piemel. Ja, geloof het of niet. Echt serieus een zeep in de vorm van een piemel. En ik dacht dat is typisch iets voor mij. Jullie denken nu ook van ja, typisch iets voor Enzo, ik weet het. Die wilde ik geven aan Milan als gewoon cadeau. Gewoon leuk uit Turkije, een aandenken, een piemel. In ieder geval, hij zei dat het eerst 15 euro was. Toen maakte hij in één keer 13 euro van. Ging hij zomaar een kopje thee zetten voor ons, terwijl we helemaal niet wilden. Dus ze smeren hier van alles aan. En dit is het eerste plekje waar we een vrouw tegenkomen die echt super lief is. En die ook een beetje fatsoenlijk Engels kan. Niet opdringen, gewoon zegt van is 1 euro per armband. En dat is leuk, weet je wel. Je voelt heel veel mensen die gaan helemaal aandringen en joh, dit en dat en schuiven alles onder je neus. Maar dit soort winkeltjes zijn toch wel echt wel het leukst. En die armbandjes zijn we sowieso een hele erge fan van. Ik heb ook nog steeds dit armbandje van een kijker om. Deze heb ik ook nog steeds van een kijker om. Ik had deze ook, maar die van mij was een beetje vergaan. Ja, die was kapot gegaan. Ja, die was een beetje kapot. We komen vast nog wel genoeg leuke dingen hier tegen. God, dit is geniaal. Je kan gewoon van deze dingen huren. Prachtig. Can I test? Oh, dit ziet er zo geniaal uit. Ik mag er eentje testen. Check me gaan, 180 cc in Turkije. Nee, wat moeten we daarmee? Het is niet echt shoppable. Dit is zo cool. Dit is serieus super cool. Oh my god. 30 minuten 10 euro. 30 minuten 1 euro. 10 euro. 10 euro. 10 euro. 30 minutes. Ik wil nee, het doen. Misschien later. We gaan eerst lopen. Yes, or that is. We're gonna walk, maybe later we come yes. back. Yes. Oké, okay, thank you. Super vet. Voor 30 minuten betaal je 10 euro. En dan kan je als zo'n ding hier rondcruisen. Echt geweldig. Geniaal. Ik weet niet hoe origineel deze wc is. Hier binnen heb je een wc. Nee joh. Ga weg. Kom, we gaan naar de wc. Gewoon omdat ik het niet kan geloven dat je hier binnen een wc hebt. Wat staat er? Ja. Dit is zo apart.
is zo vet. Dit is echt heel mooi. En dit vind ik echt heel erg gaaf om te zien in een stadje Belek. En dit is wel een van de redenen dat we ook hierheen gaan. Omdat het gewoon heel erg mooi is om dit soort dingen mee te maken. Je hebt hier een bordje en er staat serieus Viagra op. Zag je dat? Oké. Hallo, met Enzo Knol uit Turkije. Nee, ik heb geen pizza besteld. Nee, geef maar naar buurman. Dank u. Daar. Dit is serieus een oplaadpunt. Voor welke telefoon dan ook. Wow, dat heb ik nog nooit gezien. Nee. Geniaal. Deze is super cool. I wanna be a hippie and I wanna get stoned. Pom, pom, padarara. We schrokken een beetje, want je hebt hier bijvoorbeeld een bidon voor 16,99 en je hebt hier een bidon voor 19,99. Maar dat is niet 19,99 €. Dat is 19,99 in het Turks. En ik heb geen idee hoe dat precies zit met de wisselkoers. Dus hoeveel 19,99 nou precies in euro's is. Maar we dachten eerst van jeetje, wat is het hier duur. Maar we hadden het nog niet omgerekend. Zoveel waterpijpen. Kijk dit hondje. Hallo. Hallo. Ah. Yes, ik wist gewoon dat ik nog een afdeling zou tegenkomen met allemaal soorten armbandjes en kettingen voor mijn oma. Want ik weet gewoon dat ze dit echt helemaal geweldig vindt. Dus hier gaan we sowieso even wat leuks uitzoeken. Straks komt er iemand in één keer. Wow, dit spaarde ik eerst altijd. Eerst spaarde ik dit soort beeldjes alleen maar. Ik had serieus een speciale vitrinekast gekocht. En daar had ik allemaal van dit soort beeldjes in staan. En dat vond ik zo ongelooflijk mooi. Maar omdat ze zo vaak aan het verhuizen waren, ging steeds meer kapot. En het was echt heel erg duur om te halen. Dus op een gegeven moment dacht ik, weet je wat, laat maar zitten. En toen ben ik het niet meer gaan sparen. En ik heb er nog wel 2 of 3 over. Wel met een oortje eraf of een been eraf of een arm eraf. Maar het was wel altijd heel leuk om te gaan sparen. Dit soort winkeltjes, ook in Spanje en Frankrijk, is echt heel erg leuk om te bezoeken. Het is wel zo dat ze proberen hier natuurlijk alles aan te smeren. Het is niet normaal. Ongelooflijk erg aan te smeren. Helemaal aandringen. Je hebt leuk aandringen en je hebt niet leuk aandringen. Maar laat wel duidelijk zijn, dat is niet natuurlijk alleen hier in Turkije. Dat is in Frankrijk, in Spanje. Waar je ook komt eigenlijk met vakantie. Als toerist gaan ze altijd aandringen. En ze weten altijd de Nederlandse woordjes. Zoals kom binnen. Bijna alles hebben we hier. En mooie schoenen. Kom kijken, kom kijken. Zo grappig. Maar soms is het wel vervelend omdat ze echt heel erg aandringen. Kleine versie van Bumper. Ik mis je, Bumper. Nou, missen we allebei een beetje. Ja. Weet je wat trouwens grappig is? Elke keer als we ergens binnenkomen, vragen ze Duitsland. Denken allemaal dat we uit Duitsland komen. Maar nee, we komen uit Nederland. Ze beginnen ook soms Duits tegen ons te praten, omdat ze gewoon zogenaamd zeker weten dat we Duits zijn. En dan laat je ze gewoon lekker lullen en dan loop je gewoon door. Wow, kijk hoe vet. Allemaal kruiden. Geen flauw idee wat dit is, maar check. Ik word hier gewoon bang van.
Dit is de grootste S. Oh. We gaan er natuurlijk niet vanuit dat we bekenden tegenkomen, maar we komen toch één bekende tegen. En dat is Huntelaar. Huntelaar. Ja, la 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 la. En daarnaast Ajax. Yay. Goed bezig. Kijk hoe cool. Ja. Kan je knolpower zeggen? Zeg maar knolpower. Knolpower. Nee. Hij werkt niet mee. Oh, lekkere plakzweet overal. We willen zwemmen. Dit was ons avontuurtje in Belek, de stad. Het was echt een heel erg mooi stadje. Het is natuurlijk super toeristisch ingesteld hier. Maar het was wel heel erg leuk. Ondanks er wel wat vervelende mensen bij zaten die echt keihard aan het aandringen waren. Maar voor de rest was het super geslaagd. Heel erg leuk. We hebben een aantal leuke dingetjes gekocht. En de tractor komt er nu aan. Het leek ons wel leuk om deze keer terug te gaan met de tractor in plaats van met de bus. Dus hopelijk kunnen we met hem mee. Ja, yes, als het goed is gaan we met de tractor. Het doet me denken aan het noorden dit. Aan het noorden. Ik hoor sirenes. Ja, wat is dat? Ambulance? Ja, dat is de ambulance. Daar gaat hij. Dat is de brandweer. We gaan rijden. Ja. Dit is dus knettergek, hè? We staan gewoon midden op de weg, helemaal scheef. Hier staat nog een auto, daar staat nog een tractor. Dit verkeer hier is echt prachtig, gewoon om te lachen gewoon. Het is nog ineens eigenlijk zo heel erg gevaarlijk, want mensen weten al dat ze zo gaan rijden. Ja, maar je moet wel echt weten als je hier rijdt, hoe de rijstijl hier is. Juist. Het is heel apart. Maar oké, we gaan weer terug naar het hotel. Hij telt af. Oh, hij telt af inderdaad. Dit is bijzonder. Het stoplicht telt af. Oké dan. 15, 14, 13, 12. Wat? Dat is op zich nog niet zo slecht. Nou, wij hebben dat rond al een beetje. Maar als je al fietser, dan heb je zo dat een rondje zo. Rood? Ja, dat rondje. Maar je hebt ook rood, oranje, groen. Maar dit is wel handig. Bye bye, thank you. Ik zweer het je, die tractor is fucking hard opgevoerd, gek. Ja, dat kan niet anders. Dan kan je normaal niet harder dan 15 km per uur. Deze gast gaat echt makkelijk 40. What the fuck, joh. Niet normaal. Af en toe was er ook een bumpy ride gewoon. Af en toe gingen we zo hard doek, 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 doek. Maar het was wel weer een leuke avontuur en het was leuk om mee te maken. Ja, het is echt bizar dat dat hier gewoon kan. Ja, gewoon op de openbare weg. Ook kan je echt niet met een tractor met een hele bus erachter, kan je echt niet rijden, hoor. Geweldig. We gaan nu als het goed is eerst even eten. En we zijn ook wel toe om even weer een flinke, lekkere, frisse duik te nemen in het water. Ja, en we gaan misschien kanoën. Kanoën, dat zou heel vet zijn. Deetje, weet je waar ik zin in heb? Nee. Het is opgehouden. Are you serious? Net als ik erin wil, gaan ze uit. Karma. Oh my god, ik had het zo warm, hè. En ik wilde de hele tijd zwemmen of gewoon überhaupt wat water op me. Is het gewoon uit? Volgens mij doen ze het expres. Wie deed dat? Wie deed dat? Pakken mensen, pakken. We komen weer op onze hotelkamer en alles is gewoon opgeruimd. Jibbie! We hadden dat kaartje ervan afgehaald, want we hadden al sinds dat we hier waren dat rode kaartje erom hangen. Want we dachten van ja, hoeft niet zo nu meteen. Alleen het wc-papier was op. En we wisten niet waar we nieuw moesten halen, dus we hebben het eraf gehaald en we komen terug. En hoe chill is dit dat alles gewoon opgeruimd is en ook de badkamer. Weer helemaal netjes en alle zeepjes en... chill. Dames en heren, wij gaan gewoon kanoën. Woehoe. Oh yeah, babe. Ik vind het nu al grappig. Ik ga voor. Ga je voor? Oh. Hou vast. Ja, ik hou vast. Ga jij voor? Lekker.
Ja, yeah, we got one. En we kunnen er ook twee. Twee pedals? Ja. Sir, can we have two? Oké. Okay. We moeten omdraaien. Dat is op die kant. Die sloeg maar bijna met een pedal. Ah, daar komt de pedal. Yes. Thank you. Oké, okay, daar gaan we. Go, 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 go. Ik doe helemaal niks tegelijk. Motherfucker, take a look at me! Woo! Woo! Yeah, baby! I'm on a float! Oh yeah! Nou, dat was met de kano in het water en bijna meteen weer uit het water. Hoe goed we waren. We waren wel heel goed, ja. Maar het was wel eventjes leuk om te doen. Het is veel mooier om in een kano een soort parcours te hebben en echt van een rivier van 20 meter naar beneden te vallen. Dat is raften. Kijk, oh, dat is raften. Maar dat is bijna hetzelfde. Maar dat lijkt me ook gewoon heel erg cool. Het is niet bijna hetzelfde. Maar je snapt wat ik bedoel. Anyways, Deetje is er helemaal klaar voor. Ik ook. Wij gaan lekker zwemmen hier in het water. En we hebben ook, waar ligt dat? Zo'n leuk bedje. Oh, daar. Dat zijn van die twee bedjes met een bal en dat plakt dan. En als je die bal gooit, moet je met dat bedje moet je hem opvangen. Kijk. Show model D. Heel erg goed. Nou, dat gaan we eventjes doen. En daar hebben we super veel zin in. Want vandaag is denk ik tot nu toe wel de warmste dag ever. Deze gaat op mijn rug. Of ik bedoel, op mijn schouder. Nee, nee, nee. Ik ben helemaal uit het beeld. Oh, hier is het monster van Loch Ness. Oké, laat me heel zachtjes weer naar beneden. You wanna fight with us? En zakken. Zak, 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 zak maar tot de grond. Niet gooien, niet gooien. Ik kreeg geen adem, ik was vergeten te ademen. En zo is niet helemaal goed wijs. Nee, dat heb ik wel. Hou ons wel aan. Kijk maar. Kijk maar. Kijk maar. Kijk maar. Kijk maar. Mexicano. Hola. Hola. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy bien. Muy bien. Me llamo Enzo. Hola. Esta jamajalek loca. Hoe gaat ie? La gente está muy loca. La gente está muy loca. What the fuck? Ik vraag mij af. Hebben jullie ooit een walvis gezien? Nee, die willen wij ook niet zien. Jawel. Nee, die willen wij niet zien. Weet je wat ik echt nog super goed weet? Nou. Toen, echt heel lang geleden, toen jij de eerste keer mee ging naar Spanje, dus dat is echt al 1,5 jaar geleden. Ja. Toen deed je ook in het zwembad, deed je ook je blote billen laten zien. Alleen toen deed het gewoon in zo'n compilatie dat je allemaal gekke dingen aan het doen was. Ja, klopt. En toen zeiden heel veel mensen, oh, Enzo, je ziet je kont. Alsof jij het niet expres deed. Die dachten dat jij dat niet door had. Super grappig. Super mooi. Ik hou van dat lekker gek doen, dat is leuk. Ja, geweldig. Ik ga salto achterover doen, oké? Okay? Kijk, let op. Nee, wacht, wacht, wacht. En niet op mij strappen. Anders wordt je haar nat. Ik ben een dolfijn. Oh, je camera is nat. Oh, fuck. Oh, dat was een foutje. Ik hoor ook niet zo goed meer. Dat was ook een foutje. Oh. Ik ga jullie even droog maken. Tot zo. Oké, okay, ik kan een trucje, ja? Wil je het zien? Ja, bijna. Ah, wat goed! Nog een keer, oké? Hier komt ie, hè? Ik zag hem niet meer. Je maakt de camera echt helemaal nat. Zullen we dit spelletje gaan spelen? Ja.
Oké. Okay. Yes, 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 yes. Als je al die vogels horen, is het niet prachtig? Alleen in Turkije. Oh, nee. En in alle andere landen. Ja, heb je ook allemaal vogels natuurlijk. We hebben ons even opgefrist. Jij zegt vogels, maar het is vogels. Nee, maar dat is net zo met auto of auto. Nee, vogels zegt helemaal niemand. Vogels. Het is vogel. 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 Vogels. Okay. Ja, dat is. Jij doet het met een O in plaats van met een O. Maar dat zeggen mensen uit Drenthe. Ja, ga ook toch op. Jij gebruikt dat als excuus, man. Ja, maar dat zeggen ze in Drenthe zo. Je praat op geen enkele manier praat jij Drenthe. Alleen als het je uitkomt. Tuurlijk, what up. Super handig, toch? Anyways, wij hebben ons even opgefrist. Even de sunnetje weer opgedaan. De schouders zijn een klein beetje rood. Oh, maar daar word je hard van. Oh. Wij gaan naar de Griek. Ja. Altijd hartstikke mooi bloemiek bij de Griek. Geen woord. Het is bloemiek. Niks. Oh, shit. Ik dacht het was leuk als het rijmde, maar anyways. Het wordt vast heel erg leuk. Ik hoor muziek al, de Griekse muziek. Ik ook. Dit is een live bandje altijd? Ja. Of soms? Volgens mij altijd. Oké, okay. Het zou leuk zijn. Dan ga ik het filmen op de banjo. Boom. Ik ben nog nooit aan dit kant van het hotel geweest. Het is ook super groot. Volgens mij als we hier weer weggaan, waar ik nog helemaal niet aan wil denken, hebben we nog ineens driekwart van alles gehad wat je hier hebt op dit resort. Maar hier zijn we nog nooit geweest. Maar weet je wat mij nu in één keer opvalt? Daar heb je een bordje met 16 plus. Je hebt dus een gedeelte van dit resort is voor iedereen, voor je hele familie. Maar een gedeelte is alleen voor 16 plus. En dat komt omdat sommige mensen hier dan komen voor hun rust. En die vinden dat dan irritant, al die kleine kinderen of kinderen onder de 16. Maar ik wist niet dat je ook serieus gewoon een ruimte had waar je gewoon eten kon halen voor alleen 16 plus. Maar dat kan. Dat heb je dus hier. Dus, weten jullie dat ook weer, dat dat bestaat? Ziet er trouwens wel heel erg anders uit dan beneden, zeg. Zal ik jullie gewoon even meenemen? Kijk, ik neem jullie gewoon mee. Gelukkig ben ik 16 plus. What up? Yeah. Ik ben wel nieuwsgierig. Deze die is even naar de wc. Hopelijk staat ze niet te wachten. Wow, dit is wel heel erg anders. Met een heel ander uitzicht ook. Ik word wel een beetje misselijk van die tegels. Ik ben dan een beetje zo'n autist die gewoon heel erg graag alleen maar op wit wil blijven lopen, weet je wel. Dus ik mag niet het zwart aanraken, want dat is lava. Kennen jullie dat? Dat is alleen maar lava. Kijk, zo doe ik het goed. Hey, Deetje. Hallo. Ik was even bij de 16 plus. Daar mag ik wel in. Ik hoef er geen eens mijn idee te laten zien. Oh, cool. Hier heb je ridders, een wereldbol. Wat is dat dan? En een motor uit de muur. Ja, dat is serieus een aparte plek waar je kan eten van 16 plus. Als je geen kids wil. Yep. Ik ben gelukkig niet de enige die knettergek is, D. Je ziet het. Wat ik serieus al wil doen sinds dat ik hier ben, is zie je deze zijkant? Helemaal zo omhoog. Ik ben ontzettend benieuwd wat je daar allemaal kan vinden. Ga je mee? Nee. Nee? D houdt niet zo van avonturen. Oh, want ik weet ook helemaal niet zeker of dit mag. Dus ik ga even snel naar boven rennen. Tjoeg, 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 tjoeg. Holy shit. Holy shit. Oh my god, dit is best vet. For real. Dit is wel cool. En het gras is hier echt weer ziek mooi gewoon. Wacht, ik ga het jullie laten zien. Check dan. Dit is Turkije in de avond. En ik heb begrepen dat deze appartementen helemaal boven gewoon vol zitten met jacuzzi's en dat soort luxe shit gewoon. Echt fucking gek gewoon. Ja? Oké, okay, we gaan naar beneden. Oh mijn god. Ik heb gewoon hoogtevrees dat ik hier durf te staan. Ik snap het zelf ook niet. Komt gewoon door de adrenaline, denk ik. Tjuk, 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 tjuk. Oké, okay, op naar de Griek. Je vond het wel cool. Je vond het wel cool. Ja. Ja. Dit ziet er zo gezellig uit. Hey. Hallo. Hallo. Thank you. We zijn er nog maar net en we krijgen al meteen heel veel eten. En die muziek is echt keihard. Ja. Maar wel gezellig. Ja. Alles goed? Ja. Kan je me horen? Super gezellig. We klappen zoveel, we hebben geen tijd om te eten. Snel. Tussen het klappen en eten pakken, snel.
Allemaal geld! Wij dachten al dat het de vetboxen waren ontploft, maar dit is dus het idee. Ja. Zo mooi, dames en heren. Echt heel erg mooi. Yes. Helemaal gek hier. Al deze mensen helemaal gek geworden. Toe en we close the door van de lift. Then we go upstairs because that's what the elevator does. It does go up and not hop down because we're already down. Yeah. Yeah, dat is mijn nieuwe single. Wil je hem downloaden? De link staat niet in de beschrijving, want er is geen link. Oké, the fuck. Anyways, we zijn bij de Griek geweest en we waren het er allebei al mee eens dat het eten niet echt helemaal super was. Ja, ik heb ook pijn aan mijn schoenen. Ja, jij en slippers, ik aan mijn schoenen. Kijk, ik heb ook vet coole sokken aan. Ik zeg helemaal onder mijn geduld. Yeah! Ik heb hier in mijn voet. Ja, ik weet niet of ik het zie. Nee, die bulten? Oh, dat weet ik niet eigenlijk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Op één voet. Nou, holy shit, ik word helemaal gek. Dat is echt heel erg naar. Gelukkig ben ik nog niet zo heel vaak gestoken. Hallo, maar... je moet het zielig vinden van mij. Je zegt, ja, ik vind het heel kut voor je, maar ik ben nog niet gelukkig ben ik niet gestoken. Ja, gelukkig ben ik niet gestoken. En we waren het allebei mee eens dat het eten niet heel erg lekker was, maar de gezelligheid zat er zeker weten heel erg goed in. De hele tijd partypoppers afgestoken. Ze vette. Ja, dat was wel heel erg tof. Heel erg gaaf om mee te maken. En dat hula hula. Hop, je moet even een beetje zachter. Oh ja, yeah, shit. Slaap ik. Fuck, helemaal vergeten. Want hangt daar zo'n bordje dat je hier komt aan. Anyway. Nee, vast niet zo. Anyways. Ik ga het zo laten zien. Het was heel erg gezellig. En we gaan nog even dat bordje laten zien. Kijk, hier hangt dat bordje. Shh. Zoals jullie weer gezien hebben, was het een hele toffe dag. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze Turkije-vlog. Hopelijk vonden jullie hem tof. Vergeet niet even een blauw duimpje omhoog achter te laten. Vergeet niet even te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En zoals jullie misschien wel kunnen zien, ik ben wel aardig bruin. Yeah, daar ben ik super blij mee. Serieus, zonder grap, ik ben echt nog nooit zo bruin geweest. En voor sommigen zal dit misschien niet zo heel erg bruin zijn. Maar dat heeft natuurlijk te maken met de medicijnen die ik ooit heb gehad voor mijn acne. Daardoor mocht ik niet langer dan een half uur in de zon. Dat was allemaal zwaar fucked up. Maar gelukkig heb ik dat nu niet meer. Dus ja, ik zit echt heel erg lekker in mijn vel. Anyways, hopelijk checken jullie dus morgen. En zoals ik altijd zeg, dikke, vette peace. Knol Power.